Daniel de Zwart. Tom Kouwenberg. Mag ik jou verwelkomen? In Cuphead. Zeker, dat mag. Dit is een game die ik op Gamescom voor het eerst sinds 2 jaar heb mogen spelen. Daar was ik best wel blij mee. Ja, want heb je hem 2 jaar geleden ook al gespeeld of dat niet? Ja. Ik had hem kort na de laatste Microsoft Gamescom persconferentie. Toen hadden ze daar ook een gameplay trailer van. En toen was de game daadwerkelijk ook speelbaar. Maar nu mocht ik hem voor het eerst eigenlijk capturen. En dat is wel tof, want deze game is natuurlijk al 2 jaar lang als een soort van radiostilte. Complete radiostilte. En op E3 kondigden ze in één keer aan van, hé, hij komt eraan. 29 september. Dus hij leeft nog en hij komt inderdaad al heel snel eraan. Ja, en dus kregen we op Gamescom ook goed de mogelijkheid om hem niet alleen te spelen, maar ook meteen de gameplay van te capturen. Dus jee, ja, dat is gaaf. Super vet, want leg even uit, wat is Cuphead? We hebben het natuurlijk wel gezien, het is veel kleurtjes, het is echt tekenstijl waar je super blij van wordt. Ja, maar het is een, leg even uit. Het is een soort van run-and-gun, side-scroller, bullet-hell-achtige indie. Die volledig een soort van grafische inspiratie haalt uit cartoons uit 1930, 1940. Dus dan heb je het over Disney-achtig. Het is Disney, ook een beetje Fleischer Studios, die bijvoorbeeld ook van Betty Boop. Die kun je misschien ook wel kennen. Nee. Dat zit er dus eigenlijk ook allemaal een beetje in. Het is een beetje een hele classic stijl. En dat valt ook wel meteen op. Maar dit loopt ook echt al. Dus het loopt echt als een soort van, weet ik veel, oude Mickey Mouse of zo. Ja, nee, inderdaad. Het lijkt het is ook een beetje een soort van Mickey Mouse, maar dan met een Met een theekop of een koffiekop. Ze vertellen nooit wat er precies in zijn cup zit. Maar ik hoop dat het koffie is of iets in die richting. Ik denk niks meer, want als je springt, dan vloept het er allemaal uit. Goed punt. Ja. Ik weet alleen niet hoe de physics werken in dit universum. Dus misschien zou het ook wel blijven zitten. Maar nee, ja, je ziet het. Het is echt run and gun. Als jij gaat proberen te platformen en als jij op zoek gaat naar allerlei hidden areas, dat is deze game niet. Het is echt run and gun. Ja. En ik speel het nu in mijn eentje, maar straks zul je zien dat ik toevallig Maya Moldenhauer erbij haal. De artist achter de game. En die speelt even een stukje met me mee. En dat is ook een beetje de kracht. Hier, hoppatee. Het is scope tot 2 man? Ja, tot 2 man. Dus zij drukt op start en ze zat er meteen bij. Oh, dus vet. Ik ben Cuphead, zij is Mugman. Dus ik ben rood, zij is blauw. Nice. En het is vooral een bosrun game, zou je kunnen zeggen. Dus het draait heel erg veel om bosses. Het leuke is, die hebben allemaal hun eigen design. Allemaal hun eigen aanvalpatroon. En die zijn dus ook allemaal voorzien van allerlei animaties. En die animaties zijn allemaal, echt alles wat je ziet, is handgetekend. Ja, dat is denk ik echt het meest bizar aan deze game. Ja. Het geeft deze game, denk ik, daarom die uitstekende sfeer. Want weet je, deze game stond nooit echt op mijn radar. Maar, hoewel, qua artstijl zeker wel. Maar ook gewoon in je face, gewoon de gameplay. Ja, want het is denk ik een van de eerste keren dat ik echt uitgebreide gameplay zie. En ik vind het er echt fantastisch uitzien. Ja, het heeft zeker een heel aparte stijl. Dat hoofd van die aardappel ook. Ja, er is goed gewoon over nagedacht. En kijk, dan komt er in één keer ook een wortel bij. Het zijn allerlei gekke thema's. Ik heb het al zo vaak beschreven als Disney aan de LSD. Ja, ik wilde net noemen inderdaad. Het is een soort van psychedelische, bizarre Disney-stijl. Ja. Maar wat wel leuk is, omdat ik met Maya speelde, die dus ook echt gewoon, zij is de ink girl, zou je kunnen zeggen. Zij heeft alles ingekleurd. Zij vertelt dus ook van, zo'n eindbaas heeft misschien, weet je wel, een tig verschillende animaties. En elke animatie kan bestaan uit tussen de 150 en 200 frames. En die zijn allemaal handgetekend, weet je wel. Bizar. Dat is echt bizar, ja. Ja, het is niet gek dat die game dus zo lang in de ontwikkeling is. Nee, dat heb ik dus ook gevraagd. Dat was precies de reden voor het uitstel. Of in ieder geval, ze hebben nooit uitstel gecommuniceerd. Ze hebben altijd gezegd van, we gaan deze game maken. We hebben 1 visie voor ogen en daar gaan we voor. Dus als dat langer duurt, so be it. Maar ja, goed, nu is hij er eindelijk. Of nou, hij komt eraan. Maar hebben ze deze game niet gewoon niet handgetekend kunnen maken in dezelfde stijl? Of ja, dat is dus wat is daar uiteindelijk zo bijzonder aan? Nou ja, het ding is dat het blijft wel heel authentiek. En dat zie je ook wel. En natuurlijk, ze hadden ook dingen digitaal kunnen doen. Maar er was gewoon 1 duidelijke visie, 1 duidelijke ambities van die Moldenhauer Brothers. Degene die dit spel hebben bedacht. Ja. En op het moment dat Microsoft zei van, wij willen jullie game wel uitgeven, hebben zij ook echt alles op alles gezegd. Zoveel mogelijk leningen afgesloten. En ze hebben gewoon gezegd, wij gaan dit maken. En we gaan nooit afwijken van die ambitie om alles super klassiek en authentiek te doen. Dus het voelt nieuw in hoe oud het eruit ziet. Ja, zeg maar. Okay, ja. En dat is wel weer iets van, ja, kijk, of die gameplay er nou aan staat of niet, dat is al een prestatie aan zich. Dat zij gewoon gezegd hebben van, scheid, we gaan dit gewoon echt helemaal doen zoals wij het voor ogen hebben. Maar oké, verder Cuphead. Het is gewoon een run-and-gun game. Eigenlijk kennen we deze games al uit den oudheid. Dit zijn eigenlijk, het doet mij een beetje denken ook aan Battletoads en zo. Ja, Battletoads en wat had je nog meer vroeger? Mega Man, een beetje Mega Man. Ja, Mega Man. De Metroidvania games. Ja, een beetje van die oude, moeilijke games. Maar het is wel meer
schieten en chaos dan echt platformen van A naar B lopen. En doet het naast de geanimeerde stijl ook echt iets nieuws? Of? Nou, nee. Behalve dat je misschien zou kunnen zeggen van het draait weer op nostalgie en het is gewoon weer lekker, lekker oldschool. En dat is natuurlijk niet nieuw, maar dat is wel iets wat we misschien de laatste tijd een beetje te weinig hebben gehad. Gewoon van die lekkere boss battle games. Ja goed, je kunt natuurlijk ook nog Battletoads opstarten. Maar we hadden natuurlijk wel Child of Light en dergelijke. Ori and the Blind Forest en dergelijke. Dat zijn natuurlijk ook wel een beetje dat soort... Ja, dat is meer Metroidvania, zou ik zeggen. Dat wel inderdaad. En dit draait ook meer om die co-op. Je kunt ook alles in je eentje doen. En ook op het moment dat jouw co-op partner sterft en je kunt hem niet meer reviven, dan gaat ook de health omlaag en zo. Maar het is wel echt een couch co-op. Made game. Dat zit een beetje in het achterhoofd van dit kun je het beste gewoon spelen met een maat op de bank. Dat is wel echt... Dat is lang geleden dat we zoiets hebben gehad. Ja, maar wel echt heel tof. En ik denk dat vooral de stijl het gewoon... De stijl is het sterkste. Dus echt de charme. Nee, precies. Een inderdaad een oude Disney, Hanna-Barbera, Cartoon Network-achtige... Ja, ik wou zeggen aan de LSD, maar als je Cartoon Network zegt, dat zit al een beetje, dat is een soort van pleonasme, dat is altijd al aan de LSD. Precies. Ook als je kijkt naar deze overworld en het feit dat daar dan allemaal karakters in zijn waar je dan even een korte babbel mee kan voeren en zo. Dat is, het heeft iets ouds, maar het is ook... Ja. Rumpf. Ja. Nice. Het zijn dus ook allemaal kleine... Het komt ook gewoon een pure fanservice vanuit hunzelf, omdat die gasten zijn zelf opgegroeid met die 1930 cartoons. En dat is iets van, we willen daar gewoon een game in maken, omdat dat nog nooit is gebeurd. Zit hij naast deze kleine soort van... dialoogjes of in ieder geval monoloogjes, want ik denk dat hij de enige is die praat nu. Zit er een beetje verhaal in de game of is het echt letterlijk alleen maar gewoon gameplay? Het verhaal is iets waar ze niet over heel erg duidelijk over zijn geweest. Het is dat Cuphead en Mugman hebben schijnbaar een deal met de duivel gemaakt en daarom, die is dus verloren, die weddenschap is fout gegaan en daarom moeten ze nu voor de duivel werken in deze rare wereld. En hoe dat precies gaat en of je dat meekrijgt, dat is niet bekend. Ik kreeg hier wel al best wel veel gameplay om gewoon van te kijken. Ja. Van, doe maar waar je zin in hebt. Ga de level spelen waar je zelf zin in hebt. Dus er was wel die vrijheid. Maar over het verhaal vertellen ze nog niet al te veel. Dus ik neem aan dat er wel wat cutscenes in zitten. En dat je wel een soort van duidelijke endgame hebt. Misschien wel een gevecht met de duivel als eindbaasgevecht. Ik zou het niet weten, maar dat is natuurlijk wel de hoop. En je kunt er ook wel een beetje van uitgaan. Want ze hebben er lang op gewerkt. Ik neem aan dat ze wel iets goeds voor ogen hadden in die 2-3 jaar dat ze eraan gewerkt hebben. Dat geloof ik graag. Hoe lang wordt de game ongeveer? Nou, het ding is, het draait voornamelijk om eindbaasgevechten. Dat is zeg maar 60% van de game. Een andere deel is echt rennen en snel door levels heen razen. En ze hebben gezegd, we hebben sowieso tussen de 20 en 25 echt eindbazen. Unieke eindbazen in unieke levels. Dus dat is wel wat. En dan vooral als je bedenkt dat het dan ontiegelijk moeilijk is. Ja, dat, ik denk dat je daar wel een aantal goede uren mee bezig bent natuurlijk. Ja, nee, precies. Kijk, jullie worden hier best wel vaak geraakt. Dus ja. Ja, en ik ben nu ook echt gestorven. Maya speelt nu zelf door. Het ding is, als je dat spookje naar boven ziet dwalen. Als dan iemand een parry op jou doet, dus op I drukt bij jouw spook. Dan kun je die weer tot leven wekken met één leven. Zij heeft nu ook één leven. En ik ben nu dus gewoon helemaal neer. Dus de vraag of Maya het in er eentje gaat redden, want dit zijn natuurlijk wel lastige bosses. Maar na deze boss kom jij dan weer tot leven? Of is het, Ja, nee, absoluut. Het gaat gewoon per level. Ja, precies. En het leuke is natuurlijk ook dat ja, kijk, ze wint het wel tegen deze boss. Is ook niet zo heel gek als ze zelf 3 jaar lang in de game heeft gewerkt. Dan mag je wel iets verwachten inderdaad. Maar ik vond het vooral ook heel interessant dat er 2 moeilijkheidsgraden zijn. Er is regular en simple. Oké, mooi. Ja, je zag er net een paar keer staan. Het is regular en simpel. Heel, heel apart hoe ze dat doen. En je krijgt natuurlijk ook grades. En je ziet hier dat die scores een beetje op worden geteld en zo. Dus dat is een beetje waar de moeilijkheidsgraad ook in zit. Je kunt het moeilijker maken voor jezelf. Er schijnt ook een soort van New Game Plus te zijn. Wat een soort van echt een bossrun is. Het is wel, dat is wel een beetje een soort van... Niet echt een hype, maar wel echt een ding de laatste jaren. Dus New Game Plus inderdaad. Ja, iedereen wil natuurlijk een New Game Plus hebben. Het maakt je game ook heel erg... speedrun proof of zo zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Want dan krijg je zo van, 100% Cuphead met in mijn eentje of met mijn vriend. Hoe snel gaan we dit doen? Het ziet er ook al uit dat dit echt zo'n speedrun game zou kunnen worden. Word je ook nog, doe je het ergens voor in deze game? Word je beloond? Krijg je achievements? Nou ja, achievements zijn natuurlijk wel een soort van gegeven met Xbox. En natuurlijk ook omdat die game op Windows 10 verschijnt. Trouwens, ook op Steam, ook op GOG is recentelijk bekend geworden. Dus het is niet alleen maar de Windows 10 Store. Maar ja, nee, je kunt uitgaan van achievements. Maar verder, je kunt met het geld wat je verdient, kun je wel wat dingetjes kopen.
Maar wat dat precies is en hoeveel invloed dat heeft op je daadwerkelijke run-and-gun gameplay, dat zou ik dan niet zozeer weten. Oh, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Nou ja, het geen andere wapens zijn of ik ben één keer in de shop geweest in de gameplay-demo. Dat zit toevallig dan weer niet in dit stukje gameplay. Heb ik dat toevallig dan weer uitgeknipt op hun verzoek. Maar nee, ja, er is iets wat je kan kopen. Er zijn wat upgrades die je kan kopen. Maar ik weet niet of dat ook veel meer is dan alleen die ene shop. Of dat later precies. Ook groter wordt. Of dat je meerdere guns of zo zou kunnen hebben. Want je hebt twee soorten vorm van vuren. En dan ook nog een soort van super. Je schijnt andere supers te kunnen kopen. Dat is dan wel één dingetje wat ze duidelijk maken. Oké, cool. Ja, en de game is dus wel echt ontiegelijk moeilijk. En daar heb je het dan ook. Dat, we kunnen niet alles winnen. Maar ik vond dat ik aardig ver was gekomen met de hulp van een carry van Maya dan. Ja. Maar ja, nee, dit is Cuphead. Het is ontiegelijk moeilijk en het is ontiegelijk stijlvol in mijn ogen. Ik vind vooral de sfeer gewoon echt fantastisch. Dus, ja, nee, dat absoluut. Ja, ja, Cuphead, terug van weg geweest. We hebben de game is lang stil geweest, maar hij komt er eindelijk aan. En maakt mij best wel hyped of stoked, of hoe je het ook wil noemen. Het ziet er zo tof uit. Ga je een Xbox One kopen? Nee. Of ga je gewoon spelen op Steam? Nou ja, als die ooit voor Mac komt. Nee, ja, of als die op mijn PC draait inderdaad. Het lijkt me wel echt een super toffe game om te spelen. En zeker in co-op. Het is, ook al is het heel moeilijk, het is wel echt gewoon... Ik wou net zeggen, jij reed zo snel. Echt, ja, maar die stijl vind ik wel echt fantastisch. En zeker in co-op vind ik dit soort games wel echt ontzettend vet om te doen. Dus, ja, probeer maar eens iemand anders te vinden met Mac die deze game wil spelen met jou. Dat wordt nog eens een keer een dingetje. Maar goed, daar heb je het. Cuphead. Ja. 29 september. Xbox One en Windows 10. Maar dus ook op Steam en GOG kun je gewoon die game downloaden straks. Ja, Vissa. Hou me in de gaten voor de reviews. Die. En de geschreven preview staat al live op games.nl. Kom langs, gezellig. 1930. Yeah. Bizar lang geleden. Toen zijn ze begonnen met development. Vandaar dat het zo eruit ziet. Yeah. Yeah. Cheers.